Goedemorgen. Ik functioneer niet zo goed met dit weer. En dat is niet omdat ik niet tegen de warmte kan. Dat is vanwege de MS. Wat kan een mens zich ellendig voelen daardoor? Het is een soort verlammende moeheid. Spierpijn. Het gevoel dat er beton in mijn benen zit. Mijn haar staat hier heel leuk overeind, zo een beetje wat. Lekker klemmetje in vandaag, want ik hoef die plukken niet in mijn nek los te hebben. Maar goed, we gaan beginnen. Leuk dat je kijkt naar mijn hobby YouTube kanaal. Even wat dingen opruimen. Ik heb hier een doosje met wat spullen van een merk. Moet ik heel even zoeken. Lekker voorbereid. Want ik heb een paar dingen van dit merk, maar nog nooit echt veel geprobeerd, zeg maar. Ik heb al mijn bescherming en dergelijke op mijn gezicht zitten. Ja. Weet je, dat is heel vervelend. Want ik heb me gewoon niet goed voorbereid. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou. Laten we maar gaan beginnen dan. Niks. Ik ga niks proberen. Niks. Ja, niks. Ik heb ook een paar dingen die niet van niks zijn. Dus die haal ik even eruit. Besteld. Dit allemaal van niks. Ik had van niks. Twee lippotloden. En de al onbekende serum concealer. Wat heb ik bij besteld? Ik heb besteld de Born to Glow. Dit is een foundation. Ik heb geen bril bij me. Dit is een foundation. Ik heb besteld de Born With Me Serum Foundation. Nee. Skin Serum. Ik ga die gebruiken. Die komt op een ander moment. Die doen we even in de la. Die komt op een ander moment, maar die komt wel. Dit ziet er heel cute zo uit. Zal ik het voor de zekerheid schudden? Ik heb al even stiekem gekeken. Je moet, ik wilde eerst het dopje eraf draaien, maar je moet het tuutje draaien. En dan krijg je, dan spuit de foundation eruit. Dan is dit. Het lijkt wel heel mooi te blenden. Het lijkt voor mij de goede kleur te zijn. Maar dat dopje, dat gaan we toch kwijtraken, jongens. Onwaarschijnlijk. Ik ga heel even iets aan die doos doen of zo. Nou. Ik spuit wat op mijn plankje hier zo. Maak even het tuutje schoon. Als je wat op de achtergrond horen. Ik heb een blauwe aanstaan. Ik weet het niet. Het is een hele lichte dekking. Het voelt als niks op je gezicht. Serieus, het voelt echt als niks. Hij doet zijn naam weer aan.
Dat het die vlekken hier niet, dat had ik ook niet verwacht. Het is een hele lichte dekking. Oké. Ik moet zeggen, het voelt wel heel fijn. Het voelt gewoon als een soort water op je gezicht. Natuurlijk gaan we de serum concealer ook... Hallo? Aanbrengen. Met een kwastje. Die heeft echt wel wat meer dekking hoor. Kijken of ik hiermee ook een beetje die rode vlekken hier weg krijg. Ja, je kan er weinig van zeggen. Het ziet er super naturel uit. Ik hou ervan. Ik weet niet. Het is... Wat ik al heel even had, was de NYX No Filter poeder. Het is een pressed poeder. Dus die gaan we proberen. Maar alleen even waar ik de concealer heb aangebracht... Doen we zo meteen de rest, want ik heb de nieuwe blush, dat is zo'n stick. Daar zit dan een, ja, een glimmende kant op. En een matte kant. Ik ga de glimmende kant doen. Durven we dat? Oh, dat valt wel mee. Oh, dat blendt heel mooi uit. Gewoon een lichte streep en dan... In het begin denk je, oh. Oh ja, heel mooi. Oh ja. Oh, wat een fijn spul. Ja. En dan heb ik van NYX natuurlijk ook de contourstick. Want ja, als je NYX probeert, dan moet je het goed proberen. Kijken of dit net zo makkelijk gaat. Het is de perfecte kleur voor mij. Dit blendt net zo makkelijk uit hoor. Ja, dit blendt er net zo makkelijk uit. Ik weet niet waarom, maar dat had ik niet verwacht.
Ik had het niet verwacht. Ik heb van NYX nog een blush. Dat is de Sweet Cheeks Glow Blush. In de kleur taupe. En dit is echt ideaal. Hallo, ga eens open. Hallo. Voor een no make-up make-up look. Want die kun je echt als een soort bronzer blush-achtig iets gebruiken. Even kijken wat ik nog meer heb. Ja, ik heb de Ultimate, er zit een soort eye paint. Maar dit is de verkeerde kleur. Dit ga ik van mijn leven niet gebruiken. Dan heb ik hier een mauve kleurige oogpotlood. En hier ook. Ik weet het niet. We gaan deze proberen. Hier zit aan de ene kant een potlood. Ik ga het laten zien hoor. Als ik hem open krijg. De basis ziet er echt geweldig uit. Ga nou even over mijn ogen tappen. Aan de ene kant zit het potlood. Aan de andere kant zit een borsteltje om het uit te... En dit is de kleur. Je hoeft niet zo ver uitgedraaid te zijn. Heel mooi. Zien jullie dat? Heel mooi. Ik zie even in mijn spiegel kijken. Jullie kunnen wel even meedraaien. Hele mooie kleur zeg. Heel vaak, een beetje hard potlood wel. Een beetje uitsmutsen. Ja. Mooie kleur. Ik weet niet hoe de rest is. Maar dit vind ik een mooie, naturele kleur. Voordat we verder gaan, ga ik eerst even mijn wimpers krullen. En even wat spullen opdoen die ik niet van NYX heb. De eye primer. Zo is het natuurlijk niet meer een full face, maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Heel even tijdlijnen. Klein beetje. Heel even. Oh. Zo. En even de binnenkant van de onderogen. Zo. Oké. We gaan verder. Ik heb 3 lipproducten. Dit is een Powder Puff lip. Ik heb een Lip Lingerie, dat is een long lasting lipkleur. En ik heb een Lip Filler Gloss. Ik denk dat ik hiervoor ga vandaag. Deze even achterwege laat. Dit is een
potlood. Met hier achterop een sharpener. Voelt heel makkelijk in. Hij brengt heel makkelijk aan. Hij is wel hard, maar hij heeft enorm veel pigment. Waardoor die heel goed en makkelijk aanbrengt. Zo, oh, hij is een beetje plumping. Zoals bij alle lipproducten slaat hij bij mij een beetje oranje uit. Zoals al bij alle nude kleuren. Ik vind het niet vervelend, dit. Sommige vind ik vervelend, dit vind ik, nou, valt al mee. Dat ligt aan mij. De lipfiller is een hele... heftige gloss, dus ik doe een klein beetje. Is een beetje goud, complementeert deze kleur wel heel mooi, vind ik. Het is minder oranje in het echt dan op beeld, trouwens. Ik heb er niks negatiefs over te zeggen. Het is een goede kleur. Plak niet verder. Even de wenkjes doen. Dit vind ik echt een geweldig potlood. Deze is van XX Revolution. Maar dit heeft voor mij de perfecte kleur op een of andere manier. Hij is hard, maar makkelijk te gebruiken. Heeft dan ook weer zo'n borsteltje. Ik borstel altijd alleen de voorkant, een beetje. Want ik wil de meeste kleur aan de andere kant hebben. En dan heb ik een heel klein beetje... wenkbrauwproducten hadden ze natuurlijk van niks, hè. Maar ja, ik heb zo veel wenkbrauwproducten nu dat ik dacht, nou, dat is echt niet nodig. En deze is echt gewoon voor mij prima. Mascara heb ik ook niet van niks, maar ik heb de nieuwe Volume Million Lashes van L'Oreal, de Balm mascara. En dit is de bruine variant. Met een heel dun borsteltje. Ik hou normaal meer van harige borsteltjes. Ik weet het niet. Ik was super enthousiast hierover. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet. Misschien als ik hem een paar dagen open laat en dan weer gebruik. Ik heb wat geknoeid, dus... dat is gelijk een goede test hoe snel het weggaat.
Oké, wat vind ik ervan? Wat vind ik ervan? Ik ga nog even poeder. Ja, ik ben plakkerig. Daar houden we niet van, hè? Van plakkerigheid. Oké, je blijft er een mooie glans doorheen zien. Dat vind ik fijn. Ik zie de haar in mijn oog. Ik ga een beetje fixing spray gebruiken. Van de Super Dewy lijn. Goed, wat vind ik ervan? Tot nu toe vind ik de mascara niet oké. Maar die is niet van NYX, dus dat scheelt. Wat vind ik van de NYX producten? De Serum Foundation. Hele lichte dekking. Fijn product. Zit licht mooi in de huid. Trekt goed in. Voelt heel licht gewicht alsof je niks op je huid hebt. De Serum Foundation, nou dat weten we allemaal. Die is prima. De Blush & Contour Stick. Ze zijn ook echt, echt oké. Okay. Ik zie nog mascara wat gesmutst is. De lippen, ja prima. Het is een beetje plumping, je voelt het. Maar het is niet... Het is niet heel erg heftig, zeg maar. Het is niet... Het overvalt je niet qua. Je voelt een beetje alsof je vloeibare pepermunt gegeten hebt. Zeg maar zoiets. Ja, over het algemeen. De oogpotlood. Mooi, fijn product. Goede kleur. Niks op aan te merken. Worden het favorieten? Nou, misschien wel. Ik ga ze roleren gewoon in mijn stash. En dan bekijken we dat weer verder. Ik moet zeggen, eigenlijk was ik een beetje huiverig hiervoor. Het was gewoon niet een merk wat me heel erg aantrok. Maar al met al lijkt het... Ja. Goed solide... Een goed solide merk te zijn. Die vooralsnog fijn aanbrengt. Goed. Ik zit te kijken naar mijn lippenstift. Ik weet het niet. Ja, in het echt is het minder oranje. Maar het zit er helemaal op. De kleur van de lippenstift. Maar dat heb ik zelf uitgezocht. Hè? Dat is niet de schuld van de lippenstift. Van de potlood, zeg maar. Oh, ik ben zo moe. Nee, over het algemeen, ja. Ik denk, goede 7. Afhankelijk van hoe het draagt. Het ziet er goed uit nu. Het is aangebracht, het ziet er goed uit. Het werkt allemaal prettig. Dus, ik heb geen klagen. Het is een merk wat je kan proberen. Geen spijt van. Dankjewel voor het kijken naar mijn Hoebe YouTube kanaal. Like en subscribe. En tot de volgende keer.